ik heb zelf nu een kind en er komt straks nog een kind aan. En als ik dan zie hoe mijn ouders met ons zijn omgegaan, dat gevoel van onveiligheid, totaal niet verantwoordelijk omgaan met wat gaat dit opleveren voor de rest van hun levens, van deze jongens. Wat gaat het doen met hun geest? En daardoor snap ik helemaal niks meer. En daardoor kan ik ook niks van compassie hebben of zo. Nu denk ik veel meer van, ja, wat waren dit voor mafketels eigenlijk? Wat zijn het voor totaal ongeschikte figuren om zich voor te planten? En voor mij is dit ook het bewijs dat niet iedereen zich zomaar moet voortplanten. Want als je niet in staat bent om op een normale manier met kinderen om te gaan, dan moet je dat toch niet die mensen aandoen, want je beschadigt ze gewoon.